Een hele goede zaterdagmorgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Zoals je ziet sta ik in de supermarkt, ben even boodschappen aan het doen voor vanavond. Ik kom namelijk naar de sportschool en mama heeft me gevraagd, wil je dan even door gaan boodschappen doen? So here am I. Ik heb lekker zalmfilet, sperzebonen en dan zoete aardappelfrietjes uit de airfryer door vanavond. Lekker dat haar ook weer, hè? Maar goed. In deze weekvlog. Vandaag zijn we thuis, morgen ben ik thuis, maandag ben ik thuis. Maandag wel een hele dag vol met afspraken. Dinsdag vliegen we naar Mexico, super veel zin in. En daar komen we zaterdag weer van thuis. Dus het tweede gedeelte van deze weekvlog zal volledig vliegen in Mexico zijn. Ik ben heel benieuwd. Mam stapt net de auto uit, want ze wil nog even de zonnebril pakken. Vergeet ze de handrem aan te trekken, dus we gaan echt zo heel langzaam de oprit af. We hebben zo'n schuine oprit, zeg maar. Maar we gaan iets heel leuks doen. Ik ben dus net, ik heb een boodschap gedaan, ik kom weer thuis. En mam zegt ineens, weet je wat we eigenlijk moeten doen? We moeten naar de kinderboerderij gaan. Dat was echt mijn jeugd. Daar kwamen wij dus voor zoveel. En jullie mogen 3 keer raden met het mini-mini-mini-moe saga waarom wij naar die kinderboerderij gaan. Misschien hebben ze ook wel mini-bears en hippity-hoppities en dat beestjes. I'm very excited. Dus we gaan naar de kinderboerderij. Yay. We hebben een... Kijk nou even naar dit geweldige geitje. Dit wil je toch hebben in je achtertuin? Oh, wat adorable. Wat doe je? I make friends. 2 of them. Oh, be nice. I make friends everywhere. Ja, maar ze komen ook gewoon op jou af. Ja. En die ouwe daarachter, die houdt het in de gaten. Die denkt, als ze wat doet, dan heb ik dat. Hier. Oh, hij wil die veters losmaken. Oh, daar ga je heen. Ga je naar mij. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wat ga je doen? Hij zit aan mijn broek. Ah, Rianne. Rianne. Hallo. Hij zit aan mijn broek. Oké, jij kan geen kant meer op. Maar hij eet mijn broek op. Hallo. Excuse me. Nee. Nee, doe maar niet. Nou, ik had dus vanochtend met boodschappen doen van alles gekocht. Dat bewaren we lekker tot morgen. We gaan vanavond lekker uit eten. Ik heb altijd mijn bril op, want ik merk dat mijn oog heel erg groot is. Dat komt omdat ik denk ik net gewandeld heb en dan een beetje door hooikoorts. Dan gaan mijn lens op een gegeven moment irriteren. Dus ik heb lekker mijn bril opgezet. Het t-shirt is van Skims. De broek is al heel oud van H&M. De riem is van Ralph Lauren. En ik heb... deze Balenciaga's eronderaan, die hartstikke nep zijn trouwens. Ze zijn uit Shanghai, maar ik vind ze echt heel erg lekker zitten. I don't care dat ze nep zijn. En ik heb mijn... deze oorbellen komen ooit van de Marshalls. En ik heb mijn schelpenketting trouwens af. Dat viel mensen op een foto. Ik had weer eens wat anders. Dus ik heb nou dit kleine... het is een leeuwtje volgens mij, van een pantertje, cheetah. En van de My Jewelry volgens mij. Ik vind hem wel schattig. Een keer weer wat anders dan... de schelpjes. Het komt eigenlijk weer als ik veel naar eilanden ga vliegen. Naar Bonaire en zo. Dan krijg ik daar weer zin in. Nu heb ik zin in wat anders. Wat jij? Nou, ik zie er echt slecht uit. Maar goed. We gaan lekker eten. Een hele goede zondagmorgen. En welkom in mijn auto. Ik ben namelijk onderweg naar de sportschool. Ik had gelukkig de wekker gezet. Ik wil echt om 9:30 al de wekker gezet. Nou, ik was zo diep weg. Echt niet normaal. Sporten. Gewoon open gym. Planning is om bovenlichaam weer te trainen. Ik heb gisteren mijn benen gedaan. En vanmiddag is de planning. Ik moet 1 campagne opnieuw opnemen. Die was niet echt helemaal goed. En Nederlands voetbal kijken natuurlijk. Die spelen straks. Ik ben benieuwd. Let's go to the gym. Ik heb gewoon trouwens een trainingspak aan. Zo koud is het buiten. Hoe dan? Bijna juli. Mensen, wat zijn we aan het doen? Huh. Kijk even hoe ik word begroet. Arjan, sportschool. Ik ben wat
terug aan het sporten. Oh Nederland, jij bent een kampioen. Wij houden van Oranje. Met zijn daden en zijn roem. Oké. Okay. Already! Yeah! Dat was de eenmalige special die van het Nederlands kampioenschap. Je zal zien dat het helpt. Het is 1:30 en ik ben klaar. Bijzonder tekst om te kijken van, ja, waarom ben ik in dit huishouden terechtgekomen? Ja. I'm sorry. Ik helemaal de tuintjes toen ik als oranje naar beneden kwam. Kun je de duivenkleur zien? Ja, dat weet ik toch niet. Oh, she has the orange worms. Ja, yeah, we have more. De doos staat bij Britt op de kamer. Ik ga eerst even douchen. Ja. Nou, wij zitten er klaar voor. Star is er ook klaar voor. Het is begonnen. Ik snap echt helemaal niks van voetbal. Maar ik vind het af en toe wel leuk om te kijken. Je moet breed spelen. Ja, dat snap ik. Maar... En ze moeten met de ik vind dat de scheidsrechter een andere kleur aan had moeten. De scheidsrechter is die kobaltblauw. Ja. Met de KLM-kleur aan. Ja, maar ik snap niet dat Nederland niet gewoon oranje aan mag. Ja, dat is uit. Zij spelen uit, hè? Ja. 31-jarige Probierts. Nou ja, wij gaan kijken wat Nederland doet. We houden jullie op de hoogte. Niet dat het uitmaakt, want als deze vlog online komt, is het al lang gespeeld. Maar toch, bij deze onze... hoe noem je dat? Ons verslag. Ja. Want wij hebben er heel veel verstand van. Ja. Mm-hmm. Wij weten dat de bal... In de goal moet. Nou, inmiddels is het 7:00. Wedstrijd is afgelopen. Nederland heeft gewonnen. We weten het allemaal. Nu aankomende vrijdag afwachten wat ze gaan doen. Maar goed, mijn haren ga ik eventjes iets aan doen. En ik ga iets doen wat ik al lang niet meer heb gedaan. Ik ga mijn haren feunen met een ronde borstel. Deze is dan van Babyliss. Deze gebruiken wij in ieder geval altijd. En daarvoor heb ik ook mijn haren ingespreid met deze van Chi. Dus het is Chi Vibes Know It All Multitasking Heat Protector. Die kocht ik toen in Las Vegas in de Marshalls. Hij ruikt vooral heel erg lekker, maar goed. Ik ga dus even iets aan mijn haren doen. Al lang niet meer met die foamborstel gedaan. Ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien. Let's try. Nou, inmiddels is het 8:30. Met de foamborstel mijn haren feunen ging in principe goed. Maar ik heb daarna toch wel even de steltang erdoor gehaald. Omdat ik anders merk dat het heel erg gaat pluizen. En dat vind ik ook niet zo chill. Dus heb ik het even zo gedaan. Dat pluist nou alweer best wel, vind ik. Maar goed. Het is, had ik al gezegd, het is 8:30 denk ik. Ik ga lekker in bed liggen. Ik ga proberen om een beetje op tijd te slapen. Ik merk namelijk de laatste tijd. Ik vlieg nu alleen maar richting de Amerika-kant. Niks mis mee in principe. Maar daardoor merk ik dus dat ik 's avonds pas heel laat slaap. En dat is ook de afgelopen avonden. Gisteravond was laat. Heb ik het gezellig met mama uitgegeten en zo. De avond daarvoor was ik met een vriendinnetje in het casino. En dan was de hele dag. Iedere keer lag ik pas om 1:30 in bed. En dan kom ik echt ook pas. Super laat 's ochtends eruit. Nou, bijna 's middags al. Vanochtend werd ik echt hals over kop om 9:30 pas door de wekker wakker. En de dag ervoor werd ik pas 10:45 wakker. En ik ga natuurlijk dinsdag weer naar Mexico, waar ik ook weer mijn tijdsverschil zit. Maar ik wil morgen wel gewoon de dag normaal door kunnen. Ik moet om 11:00 weer sporten morgen. Daarna moet ik naar de nagelsalon, want mijn nagels, zoals je ziet, hebben al behoorlijke uitgroei. Ik wil gewoon deze kleur houden. Ik vind dat eigenlijk best wel mooi. Dus dat ga ik morgen ook even snel doen. En 's avonds komt mijn zusje dan weer eens een keer naar huis toe. Dat is ook super gezellig. En dan dinsdag vlieg ik naar Mexico. Dus morgen moet ik ook nog even inpakken van Mexico. Nou is het wel zo dat het in Mexico super lekker weer is ook. Dus ik had mijn grote koffer eigenlijk laten liggen met de spullen erin die ik niet had gebruikt in Port of Spain. Want zomerjurken, bikinis, et cetera, dat heb ik gewoon lekker ingelaten. En dan zat ik ook te bedenken, superleuk, want deze weekvlog is dus Mexico. En volgende weekvlog, zaterdag is het namelijk Comic-Con. Superleuk. Dus wat ik eigenlijk ga doen is, ik kom vrijdag laat in de middag land ik weer vanuit Mexico in Amsterdam. Blijf ik op Schiphol slapen.
En dan laat ik de auto op Schiphol staan en dan ga ik zaterdag naar Comic-Con. Daardoor komt dus deze weekvlog trouwens op zondag online, bedenk ik me nou. Want ik heb zaterdag dus geen edit-tijd. Of ik moet het vrijdagavond kunnen editen, dat weet ik nog niet. Maar zaterdag is dus ook Comic-Con. Dat zit niet meer in deze weekvlog, maar dus begin de volgende weekvlog. Super veel zin in. Ik vind Comic-Con altijd mega leuk. Dus daar kijk ik ook heel erg naar uit. Maar goed, ik kan niet lekker slapen. Morgen is nog een dag thuis. En dan gaan we weer vliegen. Ik zie jullie morgen in ieder geval. Een hele goede maandagmorgen. Ik zit in de auto, want ik ben onderweg naar de sportschool. En daarna rijd ik meteen door naar de stad toe. Nou ja, meer naar de binnenstad. Want ik moet even voor mijn nagels ook, dat had ik gisteren al laten zien, behoorlijk uitgegroeid. Dus dat is in ieder geval dan ook gedaan. Ik moet om 11 uur sporten en om 1 uur voor de nagels. Dus ik heb tijd om te sporten, auto's te parkeren en dan nog even... En er zat iets van een broodje te halen. Het is namelijk zo dat ik voor het sporten eigenlijk nooit ontbijt. Ik neem die daily shake van ISM. En dan mijn pre-workout. En dat is meestal of een monsterblik. Of ik heb tegenwoordig dus in het geïnfluenced door mijn trainer deze van ISM. Die vind ik ook heel erg lekker. Die crank energy. En ik eet dus niet voor het sporten. Want ik ga daar gewoon heel slecht op, merk ik. Dus dat doe ik ook niet. Maar goed. Dat. Mijn zusje komt straks ook naar huis toe gezellig. En ik ga vanavond met een vriendin wandelen. Zo. Lekker dagje. Dus ik ga nu eerst even lekker sporten. Nou, ik ben klaar met sporten. En zoals jullie zien loop ik nu in de kledingwinkel. Ik loop weer in de sting. Ik heb nog een uur voordat mijn nagelafspraak is. Ik heb net ook op Instagram een post gedaan. Want ik maakte dus een... Af en toe maak ik gewoon foto's van mezelf. Als ik klaar ben met sporten om te kijken, nou, hoe ziet het eruit. En toen dacht ik me ineens, hey, ik heb ook foto's van het begin. En die legde ik naast elkaar en denk, holy shit. Hoe dan? Zoveel verschil tussen die twee foto's. Dus ik heb er toch maar even voor gekozen om hem op Instagram te plaatsen. Het verschil van 4 maanden. Er zit maar 3 kilo tussen. Maar holy moly. Niet normaal. Ik ben echt heel trots op mezelf. En ik vind dan de reacties van mensen ook wel echt heel erg leuk. Maar goed, ik ga nu even lekker een beetje rondstruinen in de stad. Even een broodje halen ook ergens. En dan ga ik even om mijn nagels. Ik vind deze dus altijd heel erg lekker. Die bagel met zalm. Neem ik en een flesje water. Nou, mijn nageltjes zijn weer helemaal goed gedaan. Het ging snel, echt een half uur. Ik heb wat dingetjes straks bij de Primark gekocht. Dat zal ik straks allemaal even laten zien. Ik ga nu lekker terug naar huis, want ik heb trek. Natuurlijk na het sport alleen die bagel gegeten. Die was erg lekker, moet ik zeggen. Maar ik merk dat het niet genoeg is. Mijn auto zit weer lekker vol, want morgen moet ik naar Schiphol rijden nog. Maar goed, we gaan lekker naar huis toe. En dan zal mijn zusje dadelijk wel komen. Dus gezellig. Nou, ik ben inmiddels weer thuis. Ik heb even geluncht. Zeg maar. Die bagel was natuurlijk ontbijt. En ik heb net weer die appeltjes gebakken in kaneel. Magere kwark. Dan doe ik daar van die gepofte speld. Volkoren speld doorheen. Die dingetjes vind ik echt heel erg lekker. En chocoladedruppels. Dat vind ik ook altijd lekker. Maar ik moet even mijn koffers in gaan pakken. Want morgen ga ik natuurlijk weer vliegen. Mexico. Tot nu toe wil volgens mij niemand met me mee iets ondernemen. Maar dat kan ook nog altijd veranderen. Het kan zijn dat ik morgen aan boord ineens met, ja, ik wil toch wel mee. Dus daar hoop ik op. Maar ik wilde jullie even laten zien wat ik bij de Primark had gekocht. Dat is mijn portemonnee. Het eerste wat ik had gekocht waren deze dingetjes. Dit zijn van die reusable cleansing pads. Dat zijn van die soort sponsjes. Daar doe je micellair water op en dan kun je make-up eraf halen. En aangezien ik micellair water heel erg fijn vind, maar ik nooit echt zo goed weet waar ik het mee moet verwijderen, zag ik ineens deze denken, oh, die zijn handig. Want met een handdoek of zo wassen, vind ik altijd, nou, vind ik niet lekker. Dan deze wil ik gewoon wat TikTok proberen. Dit is dus een masker met gel erin. Volgens mij doe je het even in de vriezer. En dan wordt het helemaal koud. En dan tegen depuffing of tegen wallen en zo. Die ga ik een keer proberen. Dat is wel grappig. Verder had ik, ja, heel saai, maar van die boypennetjes gekocht. Die komen altijd van pas. Ik raak deze dingen, dan koop ik ze weer een heel pakket van 100 van die dingen. En een maand later ben ik ze weer allemaal kwijt. Heel knap. Deze heb ik gekocht. Dit is Lilac Haze Eau de Parfum. En dit is dus een dupe van de Gucci Flora of de Gucci Bloom Parfum. Die heel erg duur is. Heb ik nu deze dupe. En weer een toilettasje.
Mama is de iPad kwijt. Maar goed. Ik neem wel mijn grote koffer mee. Vierdaagse reis. Ik wil mijn sportspullen meenemen ook. Ik denk dat ik het eerste wat ik ga doen is even deze inrichten. Ik vind, zoals jullie weten heb ik deze bijvoorbeeld. Maar ik vind toch, omdat dit heel veel van die dingen mee te slepen, niet heel handig. Hier gaat ook iets meer in. En laten we heel eerlijk zijn, hoeveel heeft een mens nou eigenlijk 2 dagen nodig? Niet heel veel. Maar goed, you know me. Dus die ga ik als eerste eventjes inrichten. Oké, doe het maar even zo dat jullie het ook een beetje kunnen zien. Ik denk wel dat ik één zo'n toilet, als je deze staf meeneem, die ik even vul met ja, dingetjes zoals die zitten hier al in. Deodorant, tandenborstel, dat soort dingetjes. Maar niet met make-up, dus die ga ik er even allemaal uithalen. Oké, wat ik in mijn skincare tasje ga stoppen. Hier zit al tandenborstel deo in. Ik ga er een masker voor, of een lipverzorging in doen. Een serum voor in de zon. Dit is die L'Oreal Revitalift Clinical. Daar heb ik het al vaker over gehad. Ik neem een toner en een moisturizer mee. Die van Glow Recipe vind ik heel erg fijn. Ik ga een Deep Puff Eye Gel meenemen. Die vind ik altijd na een vlucht heel erg fijn. Moisturizer heb ik, toner heb ik, serum heb ik. En er moet alleen nog eigenlijk een cleanser in. En de cleanser is dus om je gezicht schoon te maken. Dus die moet ik nog eventjes pakken. Het liefste zou ik dus deze meenemen en dan ook gelijk deze dingetjes. Maar dan moet ik deze dus eigenlijk even in een kleiner potje gaan doen. Want deze is een beetje te bulky om zo mee te nemen. Of zal ik gewoon, ik denk dat ik gewoon voor een normale cleanser ga. Puur en alleen omdat hij makkelijker mee te nemen is. Oké, ik heb even deze cleanser gepakt. Dit is de L'Oreal Bright Reveal Cleanser. En daar heb ik ook de bijbehorende SPF van gepakt. Ik heb dus het serum wel van de Revitalift lijn, want ik heb van dat Bright Reveal het serum niet. Dus ik neem even deze mee. En dan deze 2 serum zonnebrand. Dan heb ik mijn hele skincare in ieder geval compleet. Dat is dan weer fijn, want we gaan wel naar Mexico, dus hij zit behoorlijk vol. Nou, jullie weten ook inmiddels, als je me al langer volgt, dat ik een speciaal tasje voor mijn kwasten heb. Dus daar verandert eigenlijk nooit iets aan. Die gaat ook altijd mee. En trouwens jongens, ik weet dat dit excessive is, maar dit is gewoon who I am. Dan sleep ik alsnog iets van 4 toilettassen mee. Maar in my defense, het is ook een beetje mijn baan. Maar goed, ik ga deze even vullen. En ik heb dus eigenlijk alles al erin gedaan. Ik ga even denken. Ik begin natuurlijk, we gaan even gewoon in de make-up routine zitten. We beginnen met een primer. Deze is van One Size Beauty van Patrick Starr. Dit is de Secure the Blur Primer. Echt heel erg fijn. Zoals jullie weten draag ik het liefste geen foundation meer. Dus ik zit altijd een beetje te denken, nou wat doen we dan? En ik ben de laatste tijd of heel erg fan van deze van Hourglass. Dit is die Skin Tint Veil en ik ben de kleur nummer 4. Maar, welke ik ook heel fijn vind, maar die zie ik nou wellicht niet, is die Charlotte Tilbury Flawless Filter. Maar waar is die? Kijk, die bedoel ik. Ik ben ook bij de helft altijd weer kwijt. Die hierin. Ja, deze. Dus die neem ik allebei even mee. Als ik namelijk iets bruiner ben, is deze mooier. En als ik in Mexico in de zon heb gezeten, dan matcht deze net iets beter dan deze. Maar ik doe ze gewoon even allebei erin. Dan gaan we even verder met contour. Daar heb ik ook een paar opties voor. Ik heb deze van Chanel, die ik heel erg mooi vind. Nadeel hieraan is, kijk even hoe groot dat die is. Dan heb ik wel weer een grotere toilet als gelukkig. Ik heb ook deze Fenty Matchstick. Die hebben jullie ook al vaker zien gebruiken. Maar ik denk dat ik deze keer gewoon weer eens voor Chanel ga. Ik kan maar het schelen dat hij wat groter is. Ik neem toch een grote koffer mee. Dan blush heb ik ook heel erg veel verschillende opties. Maar dit zijn toch wel 3 favorieten bijvoorbeeld. Dit is de Rare Beauty blush. Die liquid blush in de kleur Happy. Dit is Rare Beauty in Nearly Rose. En dit is die Patrick Ta dubbel blush. Die vind ik ook echt heel erg mooi. Maar ik denk dat ik deze 2 meeneem. Moet ook een beetje aan Comic-Con denken. En voor Comic-Con vind ik een heftig lookje wel leuk. Dus die gaan hierin. Normaal poeder ik altijd af. Dat doe ik tegenwoordig niet meer. Omdat ik die glowy look van die niet foundation dingen, maar die skin tints veel mooier vind.
Von & Wenkbrauwen neem ik deze van Essence mee. Eentje is er bijna op, vandaar dat ik er twee meeneem. Mascara, idem dito, jullie kennen ze inmiddels. Setting spray neem ik deze van Lies weer een keer mee. Dit is de Natural Finish Skin Loyalty Blur Mattifying and Setting Make-up Setting Spray. Die gaat ook mee. Nogmaals, het is best wel veel eigenlijk. Ik besef het me nou weer, maar goed. I don't care. Ik neem een concealer van Maybelline mee, die was ik trouwens vergeten. Highlighter neem ik tegenwoordig ook weer mee, die van Rare Beauty. Dit is de kleur Flant, die gouden. Je klinkt wel stom, maar ik neem nepwimpels mee voor Comic-Con, inclusief de lens. Ik neem ook altijd een extra paar lenzen mee, want ik ben een lensdrager, zoals jullie misschien weten. Oogschaduw, ga ik oogschaduw meenemen. Nou ja, laat het maar voor zekerheid doen. Dit Morphe 2 paletje. Lekker dun, gaat overal makkelijk in. Nou, dan ben ik dat denk ik wel bijna. Even kijken. Eyeliner gaat wel nog mee. Poeder gingen we niet doen, hadden we gezegd. Oogpotlood, ja, deze dingen die gooi je er gewoon zo in en dan zijn ze goed. Dus ik denk dat ik er wel ben. Ik denk het wel. Ja, helemaal goed. Dus dat gaat alvast in mijn koffer. Er was één kant van het koffer gedaan. Eigenlijk moet dit er nog bij. En dit er nog bij. Het is namelijk zo'n bestemming. Waarvan je eigenlijk niet weet hoe of wat. Wacht, ik zet ze even zo wat meer zo neer. Daarmee bedoel ik, het is een bestemming waar heel vaak toertjes worden gedaan. Je kan in Mexico op 3 uur afstand rijden naar hele mooie watervallen waar je kan gaan zwemmen. Je kan door de luchtballon in, je kan gaan paardrijden. Je kan een hele tour door Mexico City doen, je kan de stad in. Maar het kan ook zo'n bestemming zijn dat niemand ergens zin in heeft en iedereen lekker aan het zwembad blijft chillen, et cetera. Dus mijn tip is altijd, ben op alles voorbereid. Misschien ook als je gaat vliegen. Dit zijn tips van mij die ik in mijn eerste 2 jaar vliegen allemaal heb geleerd. Wat ik standaard in mijn koffer heb zitten. Als ik naar zonbestemmingen ga, in ieder geval is een pet. Een rugzak, een goede rugzak als je op tour gaat. Nou, jullie weten inmiddels, ik ben helemaal gek op die van American Tourister. Ja, ik heb een samenwerking met American Tourister, maar in deze video is tegen niet gesponsord. Ik heb deze rugzak trouwens wel van hun gekregen, FYI. Maar ik gebruik hem, jullie hebben hem wel vaker al in mijn video's voorbij zien komen. Ik gebruik hem echt heel graag. Ik heb hier dus mijn strandtoilettas in zitten met zonnebrand, et cetera. Mijn rugzak, wel ook een tote bag, die gebruik ik dus als strandtas. Slippers, bikini, dingen voor over je bikini. Ik neem toch ook, ja, ik weet het niet, mijn duikbril, mijn snorkelset mee. I don't know, ik weet niet wat we gaan doen. Ik neem een surftop mee. Deze is van Tommy Hilfiger. Dat is zo'n longsleeve top. Ik vind het namelijk als we gaan duiken, snorkelen, zwemmen in de oceaan. Vind ik het prettig om mijn bovenkant helemaal bedekt te hebben. Hij heeft wel een open rug trouwens. Dat vind ik dan wel schattig. Maar ik vind het heel belangrijk dat mijn schouders niet verbranden. Vandaar dat ik ervoor kies om die te gebruiken. En dan ga ik aan deze kant. Oh wacht, dat was trouwens deze kant van het koffer. Aan deze kant van het koffer ga ik even al mijn kleding doen. En hier gaan dus ook, hier zitten dus mijn snorkelspullen, duikbril. En hier gaan dus ook mijn toilettas in. En dan moet het helemaal goed komen. En dan vraag je je misschien ook af, ja Ariane, dat is je grote koffer, doe je dan met je trolley? Daar is dat toch ook heel veel plaats. Dit is trouwens mijn trolley. Wat hier eigenlijk altijd in zit, ik zorg ervoor dat hier eigenlijk een setje kleding in zit voor het geval dat mijn koffer niet meekomt. Hebben we alles gezien, dat kan gebeuren. Daar kan niemand wat aan doen. Er kan een fout op de luchthaven zijn dat het systeem er even uitlegt dat de koffers helaas niet mee kunnen. Dat kan nou eenmaal gebeuren. That's the thing, if you're going to fly, dan kan er wel eens wat misgaan. Het is alles misgegaan. Het kan nou eenmaal gebeuren. Dus ik zorg er altijd voor, dat is ook een tip die ik al vaker heb gedeeld. Zorg dat je in je trolley spullen hebt, dat je in ieder geval de eerste dagen op een bestemming, als je op vakantie bent vooral, kan overleven. Nou is dat in mijn geval niet echt nodig, want ik ga letterlijk 48 uur. Dus nobody needs as much stuff as I do. Behalve ik. Maar ik zorg hier dus altijd voor. Ik heb hier een paar sandalen in zitten. Ik heb hier een jurkje in zitten. Mijn ondergoed gaat altijd hierin. Mijn make-up toilettas bijvoorbeeld gaat ook altijd hierin. Voor het geval dat dus de rest niet meekomt, dat ik in ieder geval wel mijn basics heb. Kijk, mijn skincare is dan ook wel, is ook belangrijk, maar niet zo belangrijk als mijn make-up voor mij bijvoorbeeld. En hier zit de rest van mijn trolley gaat altijd vol met
spullen die ik aan boord nodig heb. Dus denk aan mijn schort, mijn boordschoenen, mijn overhandschoenen, mijn spullen voor als de kroegreis in moet. Ik heb altijd wat eten in mijn trolley zitten. Mijn opladers, iPad, laptop, Mickey en Pegasus. Mijn knuffels gaan er ook altijd in bijvoorbeeld. Hier zit gewoon eigenlijk alles in wat ik aan boord nodig heb. Plus voor opbestemming dingetjes, mocht mijn koffer er de eerste dag niet zijn. Dus dat. Ik ga het even verder inpakken en dan gaan we nog samen even de spullen voor Comic-Con. Er heet van het inpakken. Ik heb in ieder geval nu alles ingepakt. Ik heb ook nog even mijn sportspullen gepakt. Mijn GoPro erbij gepakt. You never know. De deur sloeg dicht. En ik heb toch besloten om gewoon alle spullen die ik nodig heb gewoon in mijn koffer te doen. Ook voor Comic-Con. En het enige wat ik los even in mijn auto leg is deze. Die gaat mee als tas voor Comic-Con. En dan ben ik zover. Ben ik helemaal ingepakt. Ik heb mijn uniform klaar liggen. Maar ik ga morgen rond een uur of 9 naar Schiphol. Ik moet om 10:50 melden. Als ik om 9:00 wegrijd, heb ik iets van bijna 4 uur om daar te komen. Maar spits. Altijd een beetje tricky. Maar goed. Dit is allemaal gedaan. Ik ben ook mijn powerbank maar even aan het opladen. Mochten we toch de hele dag op tour gaan. Dat ik wel power heb. Daar zat ik een beetje in Trinidad mee. Dat ik op een gegeven moment zoiets had van. Oei, gaat mijn batterij dit redden met filmen en al. Maar dat ging goed gelukkig. Ja, ik heb echt veel te veel. Mijn man kwam net ook en ze zegt, waar ga je heen? Ga je 2 weken weg? Ja, so that's me. Ik neem altijd veel te veel mee. Maar goed, alles zit erin. Ik denk dat ik wel alles heb nu. Ik heb er zin in. Ik ben echt heel benieuwd, Mexico. Het enige waar ik nu ineens aan denk, van dat moet er nog bij, zeg maar, zijn mijn supplementen. Even eiwitpoeder mee en dat soort dingen. Want het gaat de laatste tijd gelukkig met eten best wel, tenminste de afgelopen dagen, echt heel erg goed. Ik begin het wel op de weegschaal te zien ook dat ik naar beneden ga. Dus dat wil ik ook graag snel houden. Ik ben heel trots op die Instagram post. Er kwamen toch wel weer wat DM's. Dat ik denk, ja mensen, je doet het niet voor iedereen goed, dat weet ik. Maar ik ben mezelf aan het aanleren dat ik me niet zoveel moet aantrekken van de online haters, om het zo maar te zeggen. En kritiek mag altijd. Maar de echte haat, denk ik altijd van waar is dat voor nodig, mensen. Maar daar hebben we het al heel vaak over gehad. Ga ik het niet weer over hebben. Ja. Ik moet wel even wat TikToks opnemen. Ik zit een beetje in zo'n gat met TikTok, moet ik eerlijk zeggen. Soms heb ik wel wat leuke dingen om te posten. Dan kom ik dan ineens op en dat is dan leuk. Net zoals dat EK-filmpje wat ik heb gedeeld. Scroll even terug met TikTok, dan kun je dat zien. Dat was hilarisch. Dat was gewoon zo'n out of the blue. Oh, zullen we het filmen hoe we voetbal kijken? Nou, dat heeft heel goed uitgepakt. Maar soms moet ik ook wel echt nadenken over TikToks. En dat is best lastig soms. Maar goed, dus ik wil wel even wat ideeën op papier zetten weer. En dan komt het goed. In ieder geval deze week genoeg aan video's denk ik met Mexico en Comic-Con. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Een hele goede dinsdagmorgen. Zoals je ziet, ik heb mijn haren al gedaan. Mijn make-up is al gezegd. Ik zit alleen nog in mijn pyjama. Ik ga nu mijn uniform aan doen. En dan rij ik richting Schiphol. Want ik vlieg dadelijk naar Mexico toe. Voor de eerste keer. Echt heel erg benieuwd naar. Zoals al eerder gezegd, er zijn nog geen plannen. Maar dat kan nog veranderen. Dus ik denk dat vandaag in de weekvlog best wel een beetje kort wordt. Want het is letterlijk 12. Dus er staat 11:30 voor. Nou, dat zal 11:15, misschien 11:00 worden. Lange vlucht in ieder geval, 777-300. En ook nog Orange Pride. Dus dat vind ik altijd heel erg leuk als we dan met Orange Pride vliegen. Vooral nu het EK gaande is. Maar goed, mijn grote koffer staat al beneden. Mijn trolley staat hier. Spullen voor Comic-Con heb ik bij me. Dus ik zit nog even zelf die mental check te doen van heb ik alles? Maar volgens mij wel. Dus ik spreek jullie dadelijk voor jullie over een seconde. Voor mij heb ik dat dan al 16 uur werkdag op zitten. In Mexico. Ik ben echt heel erg benieuwd. Toen ik net op het toilet kwam, besefte ik me ineens dat ik parfum vergeten was mee te nemen. Dus ik heb net bij de cruise shop deze gekocht. Die heb ik dus door Parfumado ontdekt. Ik heb dus wel Parfumado bij me, maar die zit in mijn grote koffer. Dus nu heb ik deze gekocht, Lady Million Fabulous. Hij ruikt echt heel erg lekker. Een hele goede dinsdagavond, nou ik kan eigenlijk bijna wel zeggen woensdagochtend. Het is in Nederland, hier is het 8:30 s'avonds. Wat betekent dat het in Nederland 5:30 s'ochtends is. Nou je ziet het aan mij gesloopt. Maar goed, ik ben aangekomen in Mexico. Heel erg veel zin in. Maar ik wilde, want ik ga natuurlijk dadelijk meteen
de bed duik ik daar gelijk in. We hebben dus eigenlijk twee volle dagen bijna hier. Op dag 2 vliegen we in de avond weer terug naar Nederland. Dus morgen de hele dag. En dan volgens mij hebben wij donderdag om 5 uur calling. 'S middags pas. Dus dan heb je ook nog echt de hele dag. Nou was mijn plan wat ik nou al met jullie gedeeld had. Was dat ik heel graag de ballonnen wilde. De ballonvaart wilde doen. Maar niemand van de crew wil met me mee helaas. Zij willen allemaal gaan fietsen. En ik vind fietsen dus echt heel... Ja, waar ben ik? Ik vind dat helemaal niet leuk, zo'n fietstoer. En ik hoorde ook een beetje wat voor... Het is meer een Bourgondische fietstoer met heel veel eten en dat soort dingen. Ja, ik ben het is gewoon niet mijn ding. Dus ik heb ervoor gekozen om daar... Dat gaat ik gewoon morgen doen, om dat in ieder geval niet te doen. Dus ik denk dat wij morgen, jullie en ik, gewoon lekker Mexico stad in gaan. We zijn dus in Mexico City. En het schijnt dat deze wijk waar wij zitten echt super leuk is. Nou, we gaan een Starbucks mok halen, we gaan een magneet scoren, we gaan lekker wandelen, gewoon rondkijken. S'ochtends sporten, een beetje bij het zwembad chillen. En dan ga ik kijken of ik voor de dag van terugvliegen, dat we dus pas om 5 uur 's middags hoeven te gaan, toch die ballonvaart ga doen en dat ik het dan in mijn eentje ga doen. Mensen zeggen dat het goed te doen is in je eentje. Maar ik vind het gewoon om de een of andere reden gewoon ongezellig. Dat zijn dus echt dingen waarvan ik denk... Het is toch veel gezelliger om dat met een groep te doen. Of met, in ieder geval met z'n tweeën. Dus tegen elkaar gaan zeggen van, wauw, hoe gaat het en zo. Maar ja, ik snap het ook wel. Want de meeste mensen waarmee ik nu ben, die hebben deze reis al 100 keer gedaan. En die zijn al meerdere keren in zo'n ballon geweest. Het is ook niet goedkoop. Het kost meer dan €100 om dat te doen. En aan de ene kant heb ik zoiets van, ja, dat komt vast nog wel een keer in Mexico. Aan de andere kant denk ik van, ja, je weet niet hoe de wereld er morgen uitziet. Pakken wat je pakken kan, want daar ben ik normaal dus van. Maar staat me gewoon een beetje tegen dat ik het alleen zou moeten doen. Dus wie weet, misschien later in de weekvlog dus wel de ballonvaart. En anders een volgende keer dat ik het met mama aan ga vragen. Want mam wilde hem ook nog heel graag een keertje doen. Maar goed, ik ben nu even lekker mijn grote koffer en mijn trolley een beetje aan het uitpakken. Dat vind ik tegenwoordig wel fijn. Ik ga even mijn toiletspullen op de badkamer neerleggen. Ik heb hier al mijn sportspullen bij me. Ik heb ook echt heel netjes mijn poeders en al bij me. Zelfs het scoopje heb ik bij me dat ik de juiste afmeting heb. En ik heb natuurlijk van ISM, want die vind ik ook echt heel erg lekker, deze bij me. En die monster. Mijn pre-workout, want ik wil morgen sporten en ik wil overmorgen ook sporten. Dus heb ik 2 pre-workouts. Creatine heb ik bij me. Eiwitshake heb ik bij me. Nou, wat wilt men nog meer? En ik was dus... dat hebben jullie trouwens net gezien. Ik had een filmpje ingevoegd. En dan denken jullie, ja, wat moeten we daar zien? Dat is New York. Je ziet echt Times Square. Central Park heel goed liggen. We vlogen dus. Ik zat net in de cockpit. Ik was als eerste shift, ging ik even slapen aan boord. En toen ging ik na mijn shift, toen de tweede shift af was, dan ga ik altijd even naar de cockpit om hallo te zeggen. Dat ik die dames en heren, in dit geval waren het 3 heren, ook even zie en spreek. En toen zei ze, oh, je bent net op het goede moment, want we vliegen nu langs New York. En dat was wel heel gaaf om te zien. Dus dat hebben jullie ook even kunnen zien. Maar ik had dus op het bemanningencentrum hebben wij een cruise shop. Waar wij dus tax-free producten kunnen kopen. Daar heb ik dus deze gekocht. Lady Million Fabulous. Nou, jullie hebben me al vaker over Parfumado gehoord. Daar ben ik ook nog steeds super grote fan van. Maar mijn Lady Million van Parfumado is dus op. En ik ben dus parfum vergeten. Achteraf deed ik dus dit tasje open. En toen zag ik dus... wel Parfumado zitten, maar toen draaide ik hem open en ik weet niet of je het ziet. Er zit echt niks meer in. Dus toen dacht ik, kak, ik heb geen parfum bij me. En dat vind ik niet echt heel fijn. Ja, ik heb wel parfum bij me, maar dat zat dus in mijn koffer. En ik merkte dat ik niet zo heel erg fris meer rook. Dus ik had even gedacht, ja, dan ga ik maar even een parfum scoren, misschien goedkopen. En toen kwam ik dus deze tegen. En toen dacht ik ineens, hey. Lady Million, daar was ik zo'n fan van bij Parfumado. Laat ik dan nu de volle pot kopen. En met die tax-free aankoop, zeg maar, was dit heel goed te betalen. Ik vind hem echt super leuk. Ik ga van nou het doosje gewoon bewaren dat ik hem wel veilig naar huis krijg. Want ik vind het een te mooie pot om zomaar in een toilettas te gooien. Maar goed, dat allemaal. Nou, ik ga even al mijn spullen sorteren, uitpakken, et cetera. Ga ik douchen en dan ga ik lekker naar bed toe. Want ik ben echt helemaal gesloopt.
Ik kijk wel echt super uit naar morgen om Mexico te gaan ontdekken. Samen met jullie. Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Dat we gewoon lekker samen op pad kunnen. Dat ik met niemand rekening hoef te houden. 'S Ochtends lekker sporten, ontbijten en dan lekker de stad in. En dan overmorgen zien we wel wat we gaan doen. Vrijdag zijn we dan weer terug. En dan is zaterdag Comic-Con. En daar heb ik ook echt super veel zin in. Niet normaal. Ik kijk er echt naar uit. Het wordt een leuke komende tijd weer. New Mexico, Comic-Con zit eraan te komen. Zondag heb ik gezellig met familie een heel gezellig dagje. Komen mijn tantes weer eens langs. Heel veel mensen vroegen, hoe gaat het met je tante? Het gaat in principe goed met mijn tante, dus die zie ik zondag weer. Dan gaan we een Europa weekje doen met Glasgow, Lissabon en München. En daarna ook nog gewoon die vierdaagse New York. Dat hij deze keer maar wel doorgaat. Net zoals de vorige keer dat ik dat niet doorging. Dan gaan we gewoon vanuit dat hij doorgaat. Vierdaagse New York. Zo leuk. En dan nog die Keto Quay Kill natuurlijk. Ik zit weer veel te kletsen. Ik ga lekker naar bed toe. En ik zie jullie over een seconde weer. Wat voor mij morgen is. Je snapt hem. Tot straks. Nou, een hele goede woensdagmorgen. Het is 4:00 ochtend. Ik ben klaar wakker. Maar ik weiger eigenlijk nog even uit te gaan. Dus ik heb even mijn laptop aan de lader gelegd. Ik ga lekker een beetje Netflix en YouTube kijken. Ik wil eigenlijk nog een uurtje wachten. En dan ga ik lekker sporten. Maar ik opende dus TikTok. En iemand zei van, ik vind het raar dat je nooit zegt dat je zin hebt in de vlucht vanwege de passagiers. En dat je het alleen maar over bestemming hebt en leuke bestemmingen hebt en wat je op bestemming gaat doen. Maar je zegt nooit, ik heb zin in de vlucht omdat ik zin heb in de passagiers. En daar wil ik toch wel heel eventjes op reageren, want ik vind het zo'n vage opmerking. Ten eerste, als jij dit werk doet, dan doe je het omdat je gastvrij bent, omdat je graag onder de mensen wil zijn, omdat je mensen een memorabele ervaring aan boord wil bieden. Als je dat niet leuk vindt of niet aan kan, dan hou je dit werk geen dag vol. Laat dat even heel duidelijk zijn. En tuurlijk gaat het over bestemmingen. Want hoe vet is het dat wij de wereld rondvliegen en op bestemming iets mogen doen. En hoe vaak heb ik wel niet gezegd, superleuke vlucht gehad, leuke passagiers, leuke verhalen. Dus ik denk, en dan krijg ik weer zo'n op. Dus dat heb ik ook gereageerd van, joh, ik vind het een hele vage opmerking. Want als je dit dus niet, als je niet gastvrij bent, et cetera, dan vind je dit. Deze baan, dan doe je deze baan niet. Ja, maar ik ben een passagier en ik wil ook wel vaker lezen dat je zin hebt in ons. Dus ik denk, maar een dokter gaat toch ook niet delen dat hij zin heeft in zijn patiënten? Ik vind dat een beetje, dat hoort bij je baan. En je deelt natuurlijk de unieke dingen van je baan. En ik denk aan privacy van mensen, vandaar dat ik nooit verhalen van passagiers deel, et cetera, dingen die aan boord gebeuren, die deel ik gewoon niet. 1, het mag niet. 2, ik hou gewoon rekening met mensen hun privacy. Dus aan de ene kant snap ik waar de opmerking vandaan komt. Aan de andere kant denk ik, ja, moeten we nou weer zo, ja, ik noem het mierenneukerig gedrag vertonen? Ik vind het echt soms op social media dat ik echt denk, jongens, denk eens na voordat je iets comment of post. Maar goed, we hebben het al veel vaker over gehad, maar ik wil dit wel nog even ophelderen, zeg maar, dat ik het echt een beetje een vage opmerking vindt dit. Want nogmaals, deze baan doe je niet als je dit werk niet super leuk vindt. En met het werken bedoel ik niet alleen dus op bestemming zijn, maar ook in het vliegtuig, met passagiers, de noodsituaties die wij af en toe hebben. It's part of the job. Maar goed. 4:00 dus. Ik blijf nog een uurtje denk ik in bed chillen. Misschien dat ik wel een beetje moe word, omdat ik dan weer ga liggen. Maar ik lag er dus om 8:30 denk ik in. Nee, 8:45. Toen werd ik om 2:00 wakker. Toen heb ik 3:00 gezien en nu heb ik 4:00 gezien. Dus niet een hele goede nacht. Maar goed. Helemaal prima. Ik heb lekker de hele dag om lekker te relaxen. Ik ga een beetje uitzoeken waar ik vandaag allemaal heen wil, et cetera. Dus dat ga ik even doen. Ik heb even mijn sportspullen aan. Schoenen heb ik ook aan. Even mijn oortjes in oppakken. De reden waarom ik ook even tot 5:00 wilde wachten, omdat ik om 1:00 een nieuw rooster kreeg. Ik ga namelijk dus, ja, ik heb het al gezegd eigenlijk, Europa doen, New York. Tussen die New York waren nog een paar dagen open en daarna heb ik een Keto Quay Kill. Die is nu ingevuld, Venetië op en neer en daarna naar Toronto voor 24 uur. Dus helemaal prima. Ik vind Toronto heerlijk, lekkere bestemming.
24 uur stop je. Helemaal prima. Dus ik laat die lekker staan. En daarna dus 7 dagen in keto kwijtkeel. 2 dagjes in keto en 1 dag in kwijtkeel. Dus dat is superleuk. Ik ga nu sporten. Dus ik doe even mijn horloge om. Horstjes in. Ik heb mijn ISN spulletjes daar staan. Iemand commenteerde die onder vorige week van: ik hoop voor je dat je ooit ISN atleet wordt. Dat zou echt super tof zijn. Maar als ik de ISN atleet zie, denk ik, nou, daar pas ik echt niet tussen. Het zou wel goals zijn, maar daar ben ik nog lang niet op sportgebied, zeg maar. Maar goed, heel lekker sporten. Ik ben heel benieuwd naar de sportschool hier. Ik kom net in de gym aan. Ik ga hem jullie even laten zien hoor. Wat in de hel is dit dan? Holy crap. Haha. Bizar. Het is sowieso heel chill als de gym in een hotel gewoon zo mooi is als deze. Dit is echt insane. We hebben een paar bestemmingen op de route waar echt de gym is. Nou, Mexico dus. Boston is er ook net zo een. En op Europa heb je heel vaak het geval dat je dus niet in een hotelgym hoeft te sporten, maar dat je naar een normale gym mag op kosten van het hotel. Dus dat is ook echt heel netjes. Maar goed, ik ga lekker opwarmen en dan lekker trainen. Oh, dit, ik vind dit echt. Yay. En ik heb mijn deze crank van ISN bij me. Ik kan hier heel gelukkig van worden als een gym mooi is. Nou, ik kan er niet over uit hoe chill wat dit is, dat deze hele gym gewoon zo groot is en zo leeg is eigenlijk. Goed, ik train bij Upper Body, dat had ik gewoon zin in. De laatste keer dat ik bij Neflo was, heb ik ook benen getraind, dus dat is prima. Lekker borst, schouders, triceps. Een perfecte gym, want ze hebben echt alles hetzelfde. Zelfs een bench press, dus ik heb net ook weer gebenched voor de eerste keer een lange tijd. Dat doe ik dus niet meer zoveel. Heel af en toe, als ik met een bepaalde trainer bij Neflo train, met Joris, dan bench ik nog wel eens. Maar ja, ik niet zoveel. Goed. Het gaat lekker. Het is inmiddels 5:30, dus ik denk dat ik tot 5:45 wel bezig ben. Dan ga ik douchen en dan zal het ontbijt ongeveer wel beginnen. Dus top, ik heb het echt naar mijn zin. Ben ik heel benieuwd naar Mexico stad. Bij het hotel zijn de Starbucks, dus dat was echt top. En dan mag niet zo ook kunnen vinden. Dus. Ben ik klaar met sporten? Lekker gesport. Ja, dat kan ook niet anders in een sportschool. Inmiddels is het ook licht aan het worden. Kijk nou. Mooi hè? Dus ja, ik ga nu lekker even douchen. Het begon nu ook super druk te worden in die sportschool. Dus ik was echt exact op tijd. Noten zelf rond 1:55 gaan sporten en al om 6:00 klaar zijn. Nou, het is 5:10, dus dat komt goed uit. Ik ben echt heel benieuwd naar deze stad straks. Maar goed, de meeste mensen gaan fietsen vandaag. Ja, daar had ik gewoon echt niet zo heel veel zin in. Ik ben aan het kijken of ik de luchtballonnen zie. Maar die zie ik nog niet. Ik twijfel dus echt heel erg. Omdat ik heb net met mam gefacetimed vanochtend nog even. En die zegt, ja, we kunnen hem beter een keer inderdaad samen aanvragen dat we het samen doen. Want ja, je kan het natuurlijk alleen doen. Dat is geen probleem. Dat schijnt goed te doen te zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo leuk. Dat is niet zo gezellig. Maar goed. Gaan zien. Ik ga nu even lekker douchen, klaarmaken, ontbijten. En dan gaan we eens kijken wat de dag voor ons en petto heeft. Ik denk dat we lekker rond gaan struinen door de stad en zien waar. Where the wind takes us, hoe ze dat ook wel eens zeggen. Maar goed, even lekker douchen. Nou, ik ben klaar voor de dag. Ik heb even mijn make-up gedaan. Ik heb mijn haar al lekker in de vlochten. Ik heb deze oorbellen in van My Jewelry. Dit t-shirt komt natuurlijk uit Disneyland, California. Daar staat die Park Arkansas achterop. Dit broekje is volgens mij van de Sting. Dit is dus, het lijkt een rokje, het is een broekje. Heel chill. En mijn sandalen van uit Cartagena. Yay. Ik denk dat ik eigenlijk alleen even mijn Cartier-armbandje af ga doen. Ik weet niet of het heel zo slim is om met dat soort items over straat te gaan lopen. Maar goed. Ik ga even lekker ontbijten, want ik heb echt trek. Maar dat is altijd na het sporten. Ik moet altijd ontbijten na het sporten. Let's go. Nou, ik ben echt helemaal hyped, want een collega wil morgen met mijn mee de ballon in. Dus ik ga het nou even reserveren voor morgen. I'm excited. Dat wil ik zo graag doen. Dus ik ga even bij de concierge reservering maken, kijken of het nog mogelijk is. Korte termijn. Nou, echt top nieuws. Er kwam een collega aan het ontbijt en die zei,
Arianna, ik ga morgen met je mee de ballon in. Ik ga morgen de ballonvaart doen samen met een andere collega. Super veel zin in. Dat is echt een bucketlist dingetje nog voor mij. Had ik echt super veel. Hoi. Maakt niet uit. Wat ik dus echt super graag wilde. Ik kwam een collega tegen die echt iets had van, tegen wie lul jij? Helemaal hyped dat we dat morgen gaan doen. Het is nu 9:30. Ik heb om 10:00 met een collegaatje afgesproken om de stad in te gaan, gezellig samen. Het is en blijft natuurlijk wel Mexico. Dus je moet een beetje oppassen waar je loopt en hoe je loopt. Zij spreekt vloeiend Spaans, dus dat vind ik heel erg fijn. En ze kent hier de buurt een beetje. Dus vandaag gaan we lekker een beetje rondstruinen. Mokkie halen, magneetje halen, een beetje sightseeing. Dus vandaag zien we wat van Mexico stad. En dan morgen gaan we die prachtige ballon in. Oh, daar kan ik zo, daar kan ik me echt zo verschrikkelijk op verheugen. Maar goed. Eerst het ene en dan het ander. Heel even snel insmeren met zonnebrand. Want de zon schijnt best wel een beetje. En ik vergeet me dus altijd in te smeren. Weet je, op het strand en bij bestemmingen zoals Bonaire doe ik het altijd wel om de een of andere reden. Maar op dit soort bestemmingen heb ik denk ik, ja, het is hier ook gewoon 30 graden momenteel. Vind je het altijd? Dus ik ga even mijn armen en mijn benen. Mijn gezicht heb ik al ingesmeerd. Heb ik deze voor gebruikt. Die Bright Reveal van L'Oreal. Ik wil goed beschermd tegen die zon. En ik heb als tasje toch maar even dit fanny packje gepakt. Gewoon portemonnee zit erin. Mijn AirPods en mijn telefoon. Ja, mijn telefoon, daar film ik mee. You get it. Dat ik in ieder geval niet met een tas loop, dat ik daar dit op moet letten, zeg maar. Dit vind ik gewoon fijn, want dat zit voor me. Kan in principe niemand bij als er wat gebeurt. Wat ik al zei, het is en blijft Mexico. Dus ja. Oh, I'm so excited. Ik vind het nu leuk om met de stad in te gaan. En vooral ook omdat ik een collega bij me heb die de stad best wel goed kent. En dan morgen die ballonvaart. Het is dus een ballon. We worden dus om 4:30 ochtends opgehaald. Nou is dat niet zo'n groot probleem, want volgens mij is het tijdsverschil 8:00 met Nederland. Ik was vanochtend ook wel om 4:30 al wakker. Dus ik ga vanavond gewoon weer lekker op tijd naar bed. Ben ik morgen op tijd wakker. Word om 4:30 opgehaald. Dan ga je met zonsopgang, als het goed is, de lucht in met de ballonnen. En dan kun je daarna, als we dat zouden willen, nog de tempels gaan zien. De tempel van de zon en de maan is het volgens mij. Die je met de ballon gaat zien. So that is very exciting if you ask me. Dat stond echt op mijn bucketlist. Ik kan er echt zo gelukkig van worden. Maar goed, en dan is zaterdag ook nog Comic Con, daar heb ik ook al zoveel zin in. Zondag hebben we een leuke dag met mijn tantes. En dan gaan we ook weer bij New York en dan zie ik Europa weer. Het is echt... Life's good when things work out the way you want them to. Dat is ook niet altijd hoor, maar you get what I mean. Beetje parfumlijst. Ik vind hem echt heel erg lekker, die Lady Million Fabulous. Maar goed, ja, yeah, let's go. Beetje lipgloss op. We hebben echt helemaal verslaafd aan die Dior lipolie. Ik weet dat dat dupes zijn die heel goedkoper zijn. Ik was dus deze week vlog ook bij de Primark en ik zag zoveel dupes. Toen heb ik op TikTok gevraagd van jongens, willen jullie een full face of Primark met allemaal dupes? Ja, dus was het antwoord. Niet zo heel gek. Beetje setting spray nog. Dat mijn make-up blijft zitten. En dus die ga ik ook nog maken. Maar ik ben er toch van mening dat er niks boven dit spul gaat. Echt heel erg fijn. Maar goed. Ik ga naar beneden naar de lobby. Daar is mijn collega. Als het goed is, sta ik ook. Ik heb lekker ontbeten. En als het goed is, gaan we vanavond ook nog met de crew uit eten. Dus dat is ook gezellig. Zal ik een zonnebril meenemen? Ja, die vergeet ik ook altijd. Let's go. Ik vind Chinatown er altijd zo gezellig uitzien met allemaal die lampionnetjes. Ja. Ja, ik vind dat altijd zo gezellig. Nou, we lopen in de winkelstraat van Mexico City. Ik wilde zeggen New Mexico, maar dat staat nergens op. Beetje in een soort H&M-achtige winkel. Ik ken het niet, maar het is wel heel schattig. Dus we gaan hier een beetje rondstruinen. We blijven praten vanwege de muziek. Maar allemaal, ja, hebben dingetjes eigenlijk. Kleding, haaraccessoires, van alles. Hey jongens, ik heb ze gevonden. Ik ga voor deze.
Die vind ik echt heel erg leuk. Heel cute. Dit is dus het grote plein van New Mexico. Of ik blijf New Mexico zeggen. Mexico City. Echt heel erg mooi. Vooral dit gebouw. Volgens mij een kathedraal. We zijn nu in een soort ook Chinatown wijk, maar het is geen Chinatown. Dit is toch geweldig. Ik ga hier stuk. Allemaal leuke dingetjes. We zijn in een soort wijkje waar je echt alles voor feestjes hebt. Wifi, dat de vriendin van mij niet kan laten zien. Ja. Of je moet even foto's maken, lopen we terug naar een Starbucks, dan komen we terug. Oh, zijn ook popcorn. Ja. Die zijn wel afwasbaar. Ja, ik ben wel van de YouTube. Ja. Maar je hebt hier dus alles voor feestjes, babyshows, bruiloften, van stickers en kaarsjes. Alles. Zo leuk hier. Allemaal versiersetjes, ballonnen, bordjes. Niet normaal. Zeg het wel Walhalla. Noot zelf, als ik ooit een groot feest geef of babyshower of dit soort dingen. Kijk. Kijk bijvoorbeeld hoe leuk dit is gemaakt. Deze boog. Dat kun je dus allemaal maken met dingen uit deze winkel. Super leuk. Coins ook. Als je een feestje hebt. Super Matthias. Cute. Het is echt heel erg mooi daar met die grote vlag. Prachtig. Ja, het is bijna windstil, joh. Inmiddels is het 1:15 en ben ik weer terug lekker in het hotel. Ik vind het een leuke stad. Alleen je merkt wel dat het niet helemaal veilig is. Ik was dus met een collegaatje die echt vloeiend Spaans spreekt. En er ook best een beetje uitziet alsof ze hier vandaan komt. Dus dat hielp ermee dat ik me verstaanbaar kon maken tegen mensen. Ik zou niet zo heel snel hier alleen de straat op gaan, eerlijk gezegd. De grote winkelstraat was wel prima. Maar er was bij het grote plein wat ik jullie liet zien, waren demonstraties aan de gang. Ja, daar moet je dan gewoon niet wezen. En ik heb net het slechte nieuws gekregen dat waarschijnlijk morgen de ballonvaart niet doorgaat in verband met het weer. Ja, dat is het enige wat we helaas niet in de handen hebben en dat is het weer. Balen. Maar goed, het is niet het einde van de wereld. Dan moeten we gewoon een keer terugkomen. Is dat nou vervelend? En mijn planning nu is eigenlijk om even lekker naar het zwembad te gaan. Het is best lekker weer buiten en ik wil het zwembad wel even zien. Dus dat ga ik lekker doen. Ik vind het ook wel even chill, gewoon even relaxed, niks moeten. Ik had gehoopt op heel veel sightseeing deze trip, maar dat, ja, ze wilden vandaag per se gaan fietsen. Ik wilde eigenlijk heel graag naar die watervallen toen net buiten de stad, maar nou, dat maakt dan niet uit. En dan de ballonvaart, maar ja, dat is door het weer dat het niet kan. Dus ze laten me vanavond om 7:00 nog definitief weten wat het gaat worden. Ik hoop dat het nog door kan gaan, maar ik ga ook niet in zo'n ballon zetten als het onveilig is. Dus ik vertrouw helemaal op hun expertise. Als ze zeggen, nou, laten we het niet doen, dan doen we het niet. Maar goed, even lekker bikini aan en dan ga ik naar het zwembad boven. Ik vind hem echt geweldig leuk. De kleuren zijn echt perfect. Dit groen heb ik nog niet. Ze hadden Mexico City, waar ik nu dus ben, niet. Bijvoorbeeld Cancun hadden ze wel en andere verschillende steden Mexico City niet. Maar ik vind deze al geweldig. Ik ben hier helemaal trots op. Dus ja, ben ik anders ook groen. Weer eentje voor bij de collectie. Ik zit hier lekker YouTube te kijken en ik ben aan het wachten op mijn guacamole salsa en tortilla chips. Ik heb er zo'n zin in. Ik kan in een moment hier zijn. En ik bedacht me ineens dat ik mijn cardio vandaag niet heb gedaan. Ik heb wel letterlijk gesport. Dus ik doe dan wel 5 minuten warming up op mijn fiets. Dan doe ik mijn workout gewoon. En normaal doe ik daarna gelijk mijn cardio tegenwoordig. Daar heb ik vanochtend dus geen zin in. Ik heb natuurlijk wel net al 10.000, meer dan 10.000 stappen gezet. Dus die heb ik afgestreept. Dus ik denk dat ik even zo lekker ga eten. Even een uurtje wachten. En dan nog even de gym in duik om mijn cardio te doen. If that's not dedication, I don't know what is. Maar goed. Ik merk wel echt dat ik best wel een beetje moe ben. Maar ik hoop dat na het eten ietsjes beter wordt. Want het kan ook door het niet eten komen, zeg maar. Ontbijten. Naar buiten gaan in de stad en dan later pas ook weer eten. Maar goed.
En ik hoop stiekem dat ze vanavond nog zeggen dat de ballon wel doorgaat. Maar ik heb toch een achterhoofd in. Ik heb me er nu bij neergelegd dat het niet zo zijn. Dus. Ja. 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 Maar goed. Als dit er niet goed uitziet, dan weet ik niet meer wat wel goed is. Nom, nom, nom. Ik ga hier lekker van eten. Het lijkt momenteel alsof ik gejankt heb. Dat heb ik niet. Mijn oog is gewoon enorm rood. Ik heb net even mijn lenzen uitgedaan en mijn make-up eraf gehaald. Het is vreselijk aan het tranen. Maar ik beloof jullie, ik ben niet aan het huilen. Ik ben wel echt helemaal gesloopt. Dus het is 3:30 momenteel hier. Ik kan niet meer. Dus ik denk dat ik maar gewoon lekker naar bed ga. Kan mij het schelen? Ja, dan ben ik midden in de nacht waarschijnlijk wakker. Nogmaals, kan mij het schelen? Ik kan niet meer. Ik kan echt niet meer. Dus mijn plan is eigenlijk... De crew appte net dat ze allemaal gaan eten. Ja, ik moet er niet aan denken momenteel. Ik heb natuurlijk nog net die tortilla dingetjes opgegeten. Met die salsa en guacamole. Ik ga slapen. Ik ga echt slapen. Het enige wat ik wel even doe is ga even wel een wekker zetten om 7:00. Dat ik nog even de conciërge bel van... Joh, is er al nieuws over de ballon? Gaat hij echt niet door? Gaat hij wel door? Ik ga eigenlijk vanuit van niet hoor. Maar ik ga wel lekker slapen. Want deze meid kan niet meer. Dus misschien dat ik jullie dadelijk nog even zie. Als ik weer wakker word. En anders zie ik jullie morgen, zeg maar. Maar goed. Dus ja. En weet je wat ik dus ook begreep? Van mensen waarom je je wat ellendiger voelt. Hoogteverschil hier. Je zit hier behoorlijk hoog. En dat ga ik in Quito en Guayaquil schijnbaar ook hebben. Dan functioneer je gewoon niet zo heel erg goed. Nou, moet ik zeggen, want mensen zeiden ook wat knap dat je kan gaan sporten met dat hoogteverschil. Daar heb ik gelukkig geen last van gehad. Maar ik merk het wel in mijn lichaam inderdaad dat ik denk... Dus ja, ik ga me van dit bed, dit is nog zo'n net bed, naar dat bed verplaatsen. Ja, misschien tot zo, ja sowieso tot zo, maar dat is of nog deze dag of morgen de donderdag. Goede donderdagmorgen. Het is 5:55 ochtends. Ik ben net wakker. Ik moet zeggen dat ik echt heel erg goed geslapen heb. Ik denk dat ik om... Geen idee. Maar het licht uit deed. Ik heb het gisteren tegen jullie gezegd volgens mij. Dus het maakt niet zo heel veel uit. Maar ik heb in ieder geval een stuk doorgeslapen. Wat ik al heel erg fijn vind. Ik ga even mijn shake maken. Het ontbijt begint pas om 6:30. Dus het is nu 6:00. Officieel dacht ik ga eerst sporten en dan ontbijten. Maar gisteren om deze tijd was de sportschool zo druk dat ik zoiets heb van, dan ga ik wel misschien vanmiddag. Ik ben toch niet van plan om vandaag nog de deur uit te gaan buiten het hotel. Eén vanwege het weer wat ze voorspeld hebben. En twee vanwege dat ik hier, ja dat heb ik al gisteren gezegd, het niet heel prettig vind om alleen over straat te gaan hier. Tenminste dat was mijn ervaring gisteren. En vooral omdat ze aan het demonstreren waren en zo. Dus dat, misschien ook wel heel even naar hier naast de deur in de 7-Eleven. Dat ik daar wel eventjes heen ga. Maar ik ben niet echt van plan om er echt naar uit te gaan. En hier schuin tegenover zit een marktje. Daar wil ik wel nog even heen. Dus ik ga wel de deur uit. Ik zit er nou te lullen. voor een magneet. Dus ik ga wel heel even eruit. Maar ik denk dat ik dus eerst ga ontbijten dadelijk lekker. Dan nog even eruit ga om die dingetjes te halen, magneten bij de 7-Eleven te eten voor vanmiddag. Dat ik dan ga sporten en dan wordt het langzamerhand tijd om, nou ja, langzamerhand, ik heb letterlijk bijna nog 12:00. Het enige wat ik wel echt heel kak vind is dat ik merk aan mijn keel en aan mijn stem dat ik ziek aan het worden ben. Ik heb een hele droge keel, ik merk aan mijn stem dat die aan het wegvallen is, ik weet niet of je het hoort. Maar dat kan ik echt niet gebruiken. Ik wil echt niet ziek worden. En ik weet ook niet, misschien dat het de airco hier wel is. Dat kan. Het kan de airco zijn die dat ik gewoon stom gelegen heb vannacht. En dat het gewoon een verkoudheid is. Maar ik ben nooit ziek. Ik ben echt nooit ziek. Dus ik wil het niet. Ik voel me verder prima. Het is echt alleen mijn keel. Ik hoop ook dat het zo blijft. Want hoe dan ook, ik ga naar Comic-Con. Ja, mijn neus. Mijn neus zit deels dicht. Maar goed. Daar heb ik met hooikoorts wel vaker last van. Dus daar maak ik me eigenlijk niet zo zorgen om. Daar heb ik niet zo zin in om ziek te worden. Maar goed.
Ik ging nog even kijken of het vliegtuig vertrokken was deze kant op. Het is er niet vertrokken. Die vertrekt over anderhalf uur volgens mij. Maar goed. Dat is een beetje de chaotische planning van vandaag. Ik ben net wakker, dus vandaar dat het allemaal zo chaotisch klinkt. Maar goed. Ik kijk gewoon heel erg uit naar het Comic-Con. Eigenlijk zouden we nu dus in de ballon zitten. Maar dat is dus niet doorgegaan. Terwijl volgens mij het weer nu prima is. Maar ze zullen echt wel iets gezien hebben wat niet goed is, waardoor het niet doorgaat. Dus mam zei van, we gaan hem echt wel een keer samen aanvragen. Dus dat zou super zijn. Mijn haar is ook echt heel charmant. Maar goed, ik ga even lekker mijn shake opdrinken van ISM. Er zitten gelukkig goede vitamines in ook, dus kan ik gebruiken. En dan dadelijk flink wat fruit lekker naar binnen en goed ontbijten. En dan moet het helemaal goed komen. Dan is het dadelijk weer tijd om lekker naar huis te gaan. Review van tot nu toe Mexico. Ik wil hier zeker terugkomen voor de toertjes. Het hotel is heerlijk. Nou, sportschool hebben jullie gisteren gezien hoe mooi die het was. Dus ik wil hier zeker terugkomen. De vluchten waren trouwens ook chill. De heenvlucht. Leuke mensen. Dit deed me er weer aan denken dat ik echt eigenlijk Spaans moet gaan leren. Ik was zo jaloers op die Spaans sprekende collega's. Maar ja, ik heb dat dan weer met Frans aan boord. Dat ik dan wel weer Frans kan spreken. Maar je merkt toch wel dat Spaans ook een hele handige taal is om te kennen in dit wereldje. Dus misschien dat ik ooit nog wel het Spaans via Rosetta Stone of Duolingo of zo ga doen. Weet nog niet. Misschien wel. Let's see. Even aangekleed, want het ontbijt is al begonnen. Dus ik heb maar even iets randoms aangedaan. Parfum. Doe even een beetje make-up op. Kijken. Mascara. Meestal als ik, zeg maar, geen ontbijt wil. Of geen ontbijt wil. Alleen ga ontbijten met dat ik weet dat ik daarna iets actiefs ga doen. Zoals sporten doe ik alleen mascara en wenkbrauwgel op. Het is echt heel irritant, want ik heb dus twee mascara's, twee wenkbrauwgel dezelfde bij me. Maar ik weet niet welke de volle en welke de lege is. Goed. Waar is dit de lege? Ja, doe die maar weg. En dan gaan we even lekker ontbijten. Oh, ik kom net terug van het ontbijt. Ja, ik voel me nog steeds niet heel geweldig, moet ik heel eerlijk zeggen. Vooral mijn keel is echt wel een dingetje. Maar het is wel iets beter dan vanochtend. Gelukkig. Ik denk dat het ook komt omdat ik even flink wat thee heb gedronken. Ik wil nu even één video opnemen voor TikTok. En daarna ga ik denk ik me omkleden naar de gym hier. En het is echt prut weer buiten. Het is echt aan het... Er schijnt een storm hier net te komen. Storm Alberto. Als ik op het nieuws. Het vliegtuig is wel onderweg, dus we gaan gewoon. Ik moet gaan. Ik wil naar Comic-Con. Ik zat me wel te bedenken dat deze weekvlog waarschijnlijk zondag online komt. Aangezien Comic-Con zaterdag is en ik dus geen tijd heb om te editen. Maar goed. Ik ga even die video opnemen en dan gaan we naar de gym. Ik heb wel zin om te sporten. Ik heb deze nog. Yay. En daarna loop ik denk ik even naar de 7-Eleven. En ik denk dat ze bij de 7-Eleven misschien ook wel een magneetje van Mexico hebben. En anders moeten we nog even verder op zoek. Ik ga wel alleen naar buiten als het droog is. Als het regent ga ik niet naar buiten. Ik ben voornamelijk van suiker gemaakt. De video opgenomen die staat op Insta en TikTok online. Over namelijk Habbo Hotel. Ik weet niet. Laat mij in de comments hier weten. We doen even geen emoji deze week. Heb jij ooit Habbo gespeeld? En misschien speel je het nog. Dat kan hè. Ik bedoel, het is gewoon een online game. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik zat net te kijken. Ik had al 25 maanden niets gespeeld. Dus dat betekent een dikke 2 jaar niet meer. Heel af en toe, als ik me weet ik nog wel. Ik heb het vroeger heel veel gespeeld. En op latere leeftijd, als ik me verveelde, dacht ik ineens, hey, misschien kan ik op Habbo nog wel eens wat doen. Maar ik ga stuk op mezelf, echt. En ik zag dus op social media dat Habbo weer helemaal een hype wordt. Dat het weer echt gespeeld wordt. Dus ik dacht, ik ga er een video van maken, want ik weet dus nog dat ik nog steeds altijd dezelfde laptop heb, wat mijn inloggegevens waren, anders had ik dat al niet geweten. Ik heb alleen heel lang gedaan over die beveiligingsvragen. Dan moet je twee van zo'n vragen beantwoorden wat je, over jezelf, zeg maar, dan weten ze dat jij het bent. Daar heb ik even over na moeten denken. Maar goed, super grappig. Ik vind het echt te hilarisch voor woorden. Maar goed, het is inmiddels 7:50 ochtends.
het weer is nog steeds blé. Dus ik ga denk ik even... Aan de ene kant wil ik gaan sporten, maar ik weet ook dat het nu heel druk kan zijn in de sportschool. En ik wil eigenlijk in de gym ook wel even een video opnemen. Dus misschien dat ik nog even een uurtje wacht. Ja, dat denk ik wel. Dan gaan we dadelijk sporten. En dan de rest van de dag zie ik het wel. Misschien ga ik wel Habbo spelen de rest van de dag. Stuk om mezelf. Maar goed. Ja, ik ga even lekker relaxen nog. Nou, ik ben klaar in de gym. Bloedheet. Maar een hele goede workout gehad voor mijn benen. En nu was het inderdaad echt heel druk. Dus ik heb ook niet kunnen filmen helaas. Vind ik nooit zo netjes in de gym als het heel erg druk is. Gisteren was het awkward, want toen kwam er net iemand uit de lift toen ik filmend naar buiten kwam. Maar goed. Een beetje buiten adem ervan zelfs. Ik heb net eventjes met mama gezellig gefacetimed. Ik moest al wat vertellen namelijk. En ik heb zojuist... Ik heb bijna vakantie. En in eerste instantie had ik zoiets van... Ik wil naar Walt Disney World of naar Tokio toe. Maar de graduation en de finale dag van de L'Oréal Skincare Campus... waar ik dit jaar aan deelneem, is op 11 september. En die valt dus midden in mijn zomervakantie. Waardoor ik... Ik heb vanaf 30 augustus vakantie. En ik vind, dan heb ik maar 10 dagen om op vakantie te gaan. En dat vind ik te kort voor Walt Disney World of Tokio. Dat wil ik dan echt rustig aan doen. Dus ik denk dat ik dat even naar het winterverlof waarschijnlijk in januari, februari verplaats. Maar ik heb net een hotel in Dubai gemaild. Of zij voor 6 nachten plek hebben voor mij. Zoals veel van jullie weten heb ik in Dubai gewoond en gewerkt voor een tijd. En heb ik dan nog steeds een hele goede vriendin wonen. En zij is toevallig, heeft dan ook, nou niet vrij, maar kan vrij vragen voor die periode. Dus ik had zoiets, weet je wel, ik ga het even een hotel mailen daar, wat ik weet dat heel fijn is. Of zij, wat voor rate het is, of zij plek hebben voor die dagen. Dus ik denk dat ik lekker naar Dubai ga voor een paar dagen. 6 nachten, 7 dagen, dat is lang zat voor Dubai. Gewoon, daar gaan we daar gewoon lekker chillen. Ik ga jullie meenemen naar Atlantis Waterpark. Misschien dat ik een dagje naar Ferrari World in Abu Dhabi wil. Gewoon allemaal leuke dingetjes doen. En dan ga ik lekker IPB'en naar Dubai. Dat is meestal wel goed te doen. Want ik kan zowel met KLM als met Emirates IPB'en. En eventueel ook nog met Qatar. Of nee, met Etihad. En dan in Dubai lekker slapen in een hotel wat ik heel goed ken. Omdat ik daar natuurlijk gewerkt heb. Dus ik ga even afwachten wat dat is. En als het een beetje te betalen is, dan ga ik in september lekker een paar dagen naar Dubai. En dan ga ik jullie natuurlijk meenemen, want dat is superleuk. En dan is de 11e is die skincare campus. En na die 11e heb ik nog 10 dagen vrij. Vandaar dat ik het net vervelend vond dat die skincare campus midden in mijn vakantie valt. Maar ja, so be it, daar heb ik ja tegen gezegd. En het is ook wel echt heel vet, die skincare campus. Dus die wil ik ook zeker niet missen. Maar ik ben dus even aan het afwachten of wanneer ik antwoord krijg op die mail. Dus ja, exciting. Ik vind het ook wel leuk om een paar dagen lekker met mijn vriendin te spenderen in Dubai. Ik heb ook nog een oud collega van IKEA daar wonen. Dus genoeg te doen. En ik ken Dubai ja als de achterkant van mijn duim. Is dat het goede spreekwoord? Snap wat ik bedoel. Goed, ik ga nu even naar de 7-Eleven toe. Want ik begin weer trek te krijgen. Dus ik ga even lekker daar eten halen. En hopelijk nog ergens een magneet scoren. Maar daar gaan we samen even nu naar op zoek. Dus let's go. Ik ben nu in een random winkeltje in Mexico. En ik zie deze. Ik vind het eigenlijk wel schattig. Ik denk dat ik voor de blauwe ga. Staat in ieder geval Mexico op. De rest vind ik niet zo heel erg interessant. Deze vind ik heel leuk. Nou, ik ben echt maar voor deze gegaan. Ik vind het eigenlijk wel schattig. Hij is ook best wel klein, dus hij gaat goed op dat magneetbord. En dan staat toch Mexico op. En ik vind het ook wel iets Mexicaans hebben met de dag van de doodachtig. Ja, ik vind hem cute. Nou, ik ben terug van de 7-Eleven en wat er net weer gebeurde. Echt werkelijk waar. Dit is dus de reden waarom ik zeg dat ik in dit soort steden liever niet alleen... Ja, dat klinkt nou heel stom als blanke vrouw naar buiten ga. De 7-Eleven ligt letterlijk 10 stappen buiten het hotel. Dus ik dacht, nou ja, dat moet kunnen. Dus ik daar naartoe. En ik loop daarheen en er komt een dakloze man met zich moet gelopen. En hij komt mijn kant op lopen. Dus ik dacht al van, oké, ik loop een stukje nog harder door dat hij mij niet kruist, zeg maar. Maar hij was toch veel sneller en hij trapt mij zo met een zijn been tegen mijn scheenbeen aan. En hij gaat me van alles noemen in het Spaans. Ja, ik versta het ongeveer, maar die scheldwoorden versta ik dus niet. Maar... Ja, ik wil niet zeggen dat het hier vrouwonvriendelijk is, maar alle demonstraties die er bijvoorbeeld gisteren waren, waren wel voor de vrouwenrechten. En ik snap ook wel een beetje waarom dat nodig is. Want wat
die man, die vent ook, what the hell. En het, omstanders zagen het gelukkig. En die haalden hem gelukkig wel, of die spraken hem wel aan. Mensen werden echt een beetje kwaad. Maar ik denk, ja, dit is dus de reden waarom ik hier liever niet alleen over straat ga. Want dit soort dingen dus, je wordt best wel aangestaard. Terwijl ik er hartstikke normaal uitzie. Ik heb gewoon een zwarte legging aan, sneakers en de t-shirt. Dus, in principe, maar goed. Ik heb in ieder geval eten gehaald en drinken gehaald. En nu ga ik de hotelkamer gewoon echt niet meer af. Zoek het lekker uit. Ik ga nu mijn kracht sparen voor Comic-Con. Nou ja, eerst voor de terugvlucht en dan overmorgen voor Comic-Con. Nou, ik kom net onder de douche uit nadat je denkt, misschien Ariane, hoe zie je eruit? Ik ben ook best wel weer een beetje moe. Dus ik ga wel even een paar uurtjes slapen. Het is namelijk nu 12:30 's middags en we hebben om 5:00 calling. Dus ik ga even, nog even wat eten en dan ga ik lekker nog even wat uurtjes slapen. Bij deze, ook al is het pas donderdag, ga ik toch de weekvlog alvast afsluiten. Heeft ermee te maken dat wij morgen pas om 3:30 's middags landen op Schiphol. Ja, voordat ik dan bij mijn slaapadresje ben en zo, heeft het helemaal geen zin meer om de vrijdag in de weekvlog te doen. Dus bij deze het einde van de weekvlog. Ook weer een beetje een andere weekvlog dan ik had verwacht. Want ik had echt gehoopt dat ik jullie meer van Mexico kon laten zien. Maar ja, door het weer en andere omstandigheden is dat dus niet helemaal gelukt. I'm sorry for that. Maar in de volgende weekvlog wel weer hele leuke dingen. Onder andere meteen in het begin van de weekvlog Comic-Con. Zondag hebben we een hele leuke dag. Dinsdag ga ik met een vriend. Maandag heb ik volgens mij niks. Zondag heb ik ook meeting en personal training, waar ik ook heel veel zin in heb. Maandag heb ik een druk dagje qua social media werken. Voor een campagne heb ik dan de hele dag opnames. Dinsdag ga ik s'avonds met een vriendin eten. Woensdag zie ik ook weer een vriendin. En donderdag ga ik weer vliegen. Dan hebben we een Europa-wipje. Dus ja, dat is een beetje de planning voor volgende week. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en deze weekvlog te liken. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei doei!